In het Mauritshuis in Den Haag wordt een collectie uit het kunstbezit van het Oranjehuis tentoongesteld. Meer dan 100 schilderijen, eenmaal door onze stadhouders verworven, worden regelmatig in het Mauritshuis getoond. Maar nu geven aanvullingen uit de Koninklijke Bibliotheek en het Penningkabinet een vollediger beeld van de verzameling. Koning Willem I verwierf voor het Mauritshuis de bewening van Christus van Tenier, een doek uit 1464. Uit de 15e eeuw is dit met miniaturen gesierde boek. En uit het begin van de 13e eeuw deze rijk verluchte Bijbel, vermoedelijk uit de abdij van Saint-Bertin. Rembrandts zelfportret als officier is een van de meest beroemde stukken. Het is in ongeveer 1634 gemaakt en toont een zeer bewogen gelaat van de schilder. De muzikanten voor de boerderij is een zeer fraai paneel van Adriaan van Ostade uit 1673. Zeer beroemd is de grote camee uit het jaar 314, gemaakt voor Constantijn de Grote. In relief is de triomftocht van de keizer weergegeven. De afmetingen zijn 29 centimeter breed en 21 centimeter hoog. De in het Mauritshuis getoonde collectie geeft een goed beeld van veelzijdig kunstverzamelen door vroegere Oranjes.